We zijn blij dat we een structureel sluitende begroting kunnen presenteren, waarin we heel veel maatregelen ook hebben kunnen verwerken. En dat ziet er op zich heel erg goed uit. Dus we kunnen al onze ambities gaan waarmaken in 2019. Dat stemt positief. Als het gaat om de Almeloze inwoners, dan zullen zij, juist omdat we ambities kunnen waarmaken, vele veranderingen en verbeteringen zien. Bijvoorbeeld in de openbare ruimte waar we kunnen gaan investeren de komende jaren. Als het gaat om zaken van en hoe raakt mij dat in de portemonnee. Nou, als u hondenbezitter bent, dan zult u zien dat de hondenbelasting in 2019 tot de helft wordt gereduceerd en vanaf 2020 helemaal wordt afgeschaft. Als het gaat om de overige woonlasten, dan moet je denken aan de onroerend zaakbelasting, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing. Dan hebben wij dat weten te beperken tot nou iets meer dan de indexcijfers voor inflatie. Schatting ongeveer 25 euro per jaar? Ja. Dat is in geval je een eigen huis hebt, maar dat is ook uitgaande van een gemiddelde. Als je een heel duur huis hebt, dan zul je zien dat je per saldo misschien iets meer zult moeten betalen. Als je huurder bent daarentegen, dan zul je misschien met maximaal 10 euro per jaar je woonlasten zien stijgen. Afgelopen dinsdag bij de BRAP was er in een half jaar al bijna 1 miljoen tekort. Als dat zo doorgaat, ziet het er niet zo goed uit. Dat had onder andere te maken met bezuinigingen die we moesten doorvoeren. Of extra geld dat we naar binnen moesten zien te krijgen. Bijvoorbeeld door verhoging van de parkeertarieven. Dat hebben we in 2018 niet gedaan. Nou, dat trekt dan wel behoorlijke gaten in je begroting. Vandaar dat tekort. Voor 2019 hebben we in deze begroting opgenomen dat we dat soort niet te realiseren bezuinigingen, dat we die, ik zal het maar even huiselijk zeggen, we hebben weggepoetst. Het toezicht van de provincie die blijft voortbestaan. Ik ga ervan uit, gelet op de wijze waarop we hem nu presenteren en in elkaar hebben gezet, dat het preventief toezicht in 2019 in stand blijft. Dat heeft alles te maken met een iets langer pad dat we gaan bewandelen als het gaat om het herstelplan. Maar we blijven nog steeds binnen die afspraken. Dus wat dat betreft is er geen man overboord. Het preventief toezicht heeft ook niet nadelig gewerkt voor de gemeente Almelo. Het belangrijkste is dat we in 2019 heel veel ruimte hebben gemaakt om onze ambities te kunnen waarmaken.